welkom bij deze nieuwe video. Het is weer lente, bijna zomer, dus het is weer tijd om te gaan zelfbruinen. In samenwerking met Simply Tanned ga ik jullie vandaag mijn hele self-tanning routine laten zien. Ik zal jullie ook iets vertellen over het merk Simply Tanned, hun mousse, hun handschoen, hun face wraps. De perfecte producten om te zelfbruinen zonder dat je er helemaal vlekkerig uitziet. Als je me al een tijdje volgt weet je dat ik al jaren zelfbruin. Ik ga ook zo nu en dan naar de zonnebank, maar liever niet omdat dat toch mijn huid beschadigt en zelfbruining niet. Ik doe het al zo lang dat ik er echt al heel goed in ben geworden. Ik weet dat zelfbruining af en toe ja, toch wel een grote stap is voor veel mensen, omdat het altijd verkeerd gaat in het begin. Ik ga jullie goede tips geven zodat je huid er gewoon heel mooi egaal uitziet. Zoals je kunt zien aan mijn mooie gebruinde huid ben ik ook al gebruind vandaag. Ik vind het echt zo mooi. Altijd als ik ben gebruind voel ik me gewoon echt beter. Voel ik me gezonder of zo. Ik weet niet. Dan heb ik gewoon zo'n mooie gezonde bruine gloed. Ideaal voor alle kleding die je ook draagt in de zomer. Korte broeken, crop tops, etc. Je ziet gewoon meer huid als het warm is. Dus dan is het ook gewoon heel mooi als je heel mooi bent getand. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze super handige video. Ik zal heel even snel vertellen welke lipcombo ik op heb. Een Nabla lippotloodje in de kleur hashtag nummer 3 van de Close Up collectie. En deze lipgloss van Catrice in de kleur, ik weet niet eens welke kleur, maar het is van de Caviar Gouche collectie. Dus dit is de lipcombo die ik nou op heb. Oké, jongens, ik ga jullie vandaag alles vertellen over zelfbruining. Zoals ik al zei in de intro is dit een samenwerking met Simply Tanned. Simply Tanned is echt een prachtig zelfbruiningsmerk. Het is Nederlands, daar hou ik altijd van. En het is echt een goed merk. In de jaren dat ik al dit doe, heb ik een heleboel zelfbruiningsmerken getest. Een aantal waren goed, een aantal niet. Ik hou het altijd op een bepaald aantal merken die ik goed vind. En dan zo nu en dan probeer ik ook iets anders om misschien iets beters te vinden. En toen ik de mogelijkheid kreeg om Simply Tanned te testen, de eerste keer dat ik het aanbracht, was ik al gewoon gelijk verkocht. Want het heeft zoveel pluspunten die andere merken niet hebben. Dus daar ga ik jullie alles over vertellen. Wat ik dus heb gebruikt voor mijn lichaam is de mousse. En ik heb de ultra dark versie. Je hebt ook gewoon de normale en de ultra dark. En die is dus zoals de naam al zegt donkerder. En ik heb de face drops gebruikt. Die vind ik altijd heel fijn. Ja, obviously voor je gezicht. En deze vind ik fijn omdat mijn gezichtstan altijd eerder verdwijnt dan mijn lichaamstan. En dan hiermee kan ik het bijwerken. En ook hun mousse, gewoon een handige mousse die je echt moet hebben om het mee aan te brengen. Je kunt het niet gaan aanbrengen met je handen of zo. Wat ik jullie by the way echt op het hart wil drukken is als je net begint aan zelfbruining, de eerste keer, tweede keer, het gaat in het begin bijna nooit goed. Je gaat gewoon fouten maken. Je gaat bepaalde dingen niet goed doen waardoor je vlekken krijgt of whatever. Maar oefening baart kunst. Toen ik er net mee begon, ik was echt een mes. Ik weet nog dat mijn vriendin zei, wat zie jij er vlekkerig uit? Misschien is het bruiningsgedoe niet iets voor jou. Maar ik heb gewoon doorgezet. Ik heb video's erover opgezocht, tips, etc. En die allemaal geïmplementeerd. En nou ben ik echt een pro. Zoals je kunt zien, helemaal geen vlekken. Nooit niet. Ik heb nooit vlekken, nooit strepen. Maar het is ook wel echt belangrijk dat je een goed merk gebruikt. Zoals dit merk waar ik het vandaag over heb. Oké, stap 1 voordat je gaat zelf bruinen is exfoliëten. Exfoliëten is heel belangrijk. Ga de avond voordat je gaat bruinen of een paar uur ervoor, wat jij ook wilt, scrubben. Scrub je gezicht, scrub je lichaam, zodat alle dode huidcellen eraf gaan. Want anders gaat de tanning daarop aanbrengen en die dode huidcellen gaan er al heel snel af en dan verdwijnt je tan ook een stuk sneller. Goede prep is echt heel belangrijk, zodat je tan goed lang blijft zitten. En met dit merk blijft je tan tot 9 dagen goed zitten. De meeste blijven ongeveer 7 dagen goed zitten. Op mijn huid, een normale tot droge huid, blijft het inderdaad altijd 7 tot 9 dagen ongeveer goed zitten. Hoe droger je huid, hoe sneller het eraf gaat. Dus als je een droge huid hebt als ik, elke dag body lotion aanbrengen, zodat het niet snel vervaagt. Oké, nou als je dat hebt gedaan, dan kun je beginnen met tanning. Zoals ik al zei, ben ik dus ingegaan met deze mousse. En ik breng altijd gewoon een goede hoeveelheid aan op mijn handschoen. Gewoon zo'n soort van klein kloddertje. En ik begin altijd van onder naar boven. Dus ik begin met mijn benen. Ik begin met mijn onderbenen. En met wat er nog een beetje over is op mijn handschoen doe ik mijn voeten. En dan de rest van mijn benen, mijn andere been. Dan ga ik naar de heupen, de buik, armen. Mijn armen doe ik ook altijd een goede hoeveelheid. Het is belangrijk dat je een goede hoeveelheid gebruikt, zodat het niet gaat vlekken. Mijn borst en dan als laatste mijn rug. En dan met het kleine beetje mousse wat nog op de handschoen is, ga ik ook zo over mijn gezicht. Breng niet te veel mousse aan op je gezicht, want dat is gewoon echt niet mooi. Als je het toch iets te eng vindt om echt met mousse in te gaan op je gezicht en bang bent dat het te veel wordt, laat dan gewoon je gezicht over met de mousse en ga in met de tanning drops. Hoe meer druppels je aanbrengt, hoe bruiner je gezicht wordt. Dus mijn advies is, breng niet te veel aan. En wat ik ook vaak doe, is het mixen met een dagcreme. En dan wordt het ook wat minder. Wat Wat ik dus heel fijn vind aan specifiek dit merk is ten eerste, je hebt niet veel nodig. Dat viel me al gelijk op. Ik breng altijd echt best wel veel aan. Maar dit merk hoefde echt helemaal niet. Het smeert super goed uit en het is heel lichtgewicht en heel dun. Daar schrok ik in het begin een beetje van, want ik dacht, oh my gosh, nou heb ik echt veel te veel gebruikt. Maar ik leer heel snel. Dus gebruik niet te veel hiervan. Ook fijn, want dan gaat de mousse een stuk langer mee. Het heeft geen heftige geur, wat andere tannings vaak wel hebben. Het heeft gewoon een hele neutrale geur. Het valt helemaal niet op. En het geeft ook helemaal niet af op mijn bed. En op mijn bed is alles wit. Dus het valt gelijk op als ik afgeef. Maar het geeft gewoon helemaal niks af. En dat vind ik echt top. Nou, vervolgens als ik dat heb gedaan. Je moet het dus zeker 8 uur laten zitten. Ik doe dan gewoon mijn pyjama aan. En dan ga ik gewoon slapen. En de volgende ochtend ben ik lekker bruin. En dan ga ik in de douche. En dan haal ik alles ervan af. Wat ik trouwens ook fijn vind hieraan. Is dat het een kleur afgeeft als je het aanbrengt. En doordat het die kleur afgeeft. Kan ik zien welke plekken ik al heb gehad. En dan ga ik niet te veel over één plek. Of mis ik een plek. Of wat dan ook. Want dan wordt het ook vlekkerig. Dat vind ik heel fijn. Dus de kleur die het wordt als je dit aanbrengt is niet de kleur die je straks hebt. Want het is een veel donkerdere kleur dan de kleur die je ziet als je het eraf hebt gewassen. En dat is dus de kleur die je nou hier ziet. Dit is de kleur Ultra Dark. Heel erg mooi. Als je het te donker vindt, ga dan gewoon voor de normale mousse. Ik vind het echt fantastisch. Echt super mooi. Mensen, kijk ook even mijn buik hoe mooi gebronst. Ook hier mijn rug. Echt helemaal vlekvrij. I love it. Ik heb hier ook eventjes een before en after foto van mijn benen. Zoals je kunt zien in het begin een beetje witjes, een beetje rozig ook. En nadat ik de mousse heb gebruikt is het echt heel mooi glowy, bronzy, bruin. Echt super duper mooi. Ik ben echt heel blij met hoe het is geworden. Ik gebruik eigenlijk altijd Ultra Dark, want ik hou altijd wel van ja, iets heftigere tan. Nou, wat doe ik daarna om mijn tan goed te behouden? Is dus nogmaals elke dag body lotion. Mijn tan op mijn gezicht vervaagt dus sneller dan mijn lichaam, omdat ik mijn gezicht elke dag was. Dus ik mix altijd deze tanning drops met mijn dagcreme. Gewoon 2 druppels is genoeg om mijn gezicht tan bij te houden. En de tan bevat anti-aging ingrediënten wat de huid soepel houdt. En dat is heel fijn. En het blijft tot 4 dagen zitten. Ik breng het ook niet elke dag aan. Gewoon wanneer ik zie dat het een beetje vervaagt, dan breng ik weer een aantal druppels aan bij mijn dagcreme. En dan breng ik het weer op mijn gezicht aan. En je kunt het gewoon op elkaar aanbrengen. Als je iets hebt van, ik wil toch dat mijn gezicht iets donkerder is, dan breng je gewoon weer een laagje druppeltjes aan. Dus dat is echt heel fijn hieraan. Ik vind dit echt de perfecte combinatie. Ik gebruik nooit alleen maar mousse. Ik gebruik het altijd in combinatie met tanning druppels. Dat is echt gewoon de beste combinatie om je tan gewoon 9 dagen lang mooi te houden. Als de mousse gaat vervagen, dan vervaagt het ook gewoon heel mooi egaal. Het gaat niet vervagen in vlekken of in streaks, strepen. Het vervaagt gewoon heel mooi egaal over je hele lichaam. Dus je wordt gewoon naarmate de tijd verstrijkt weer iets lichter. En je kunt het dan gewoon weer opnieuw aanbrengen. Ik breng het gewoon dan elke keer weer opnieuw aan. Dat vind ik gewoon ja, heel fijn om altijd heel mooi bruin te zijn. En nogmaals, oefening baart kunst. Hoe vaker je dit doet, hoe mooier het wordt, hoe beter het wordt en hoe sneller je erin wordt. Ik ben er nu echt super super snel in. Ik doe dit echt letterlijk in niet eens 10 minuten. Nou jongens, dit was het dan. Dit zijn al mijn tanning tips. Dit is dus echt een topmerk. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die komt hier in beeld en staat beneden in de beschrijving. Neem zeker even een kijkje op hun website. Ze hebben een heleboel tanning producten. Ik vind het echt een goed merk. Echt beter dan een heleboel andere merken die ik heb gebruikt. En ik ben gewoon echt heel blij met hoe ik er nou uitzie. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Let me know in de reacties wat je ervan vond. Als je nog vragen hebt, schroom niet om ze gewoon te stellen. Ik antwoord altijd op iedereen's reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!